Al 7000 nieuwe fietsbordjes hebben Sander en zijn collega's de afgelopen weken vervangen. Het is wel aanpoten soms. En bij het vernieuwen van de bordjes worden ook de oude informatiepanelen vervangen. Deze borden zijn ook echt afgeschreven. Ze zijn vuil, ze beginnen rafelig te worden, de kleuren zijn niet meer zo mooi. We staan nu bij een van de nieuwe informatiepanelen. Een heel groot verschil is, wanneer je gewoon naar de kaart kijkt, is dat het kaartbeeld mooi is gecentreerd en met een duidelijke aanwijzing is neergezet waar je bent. En links daarvan hebben we in 3 talen uitleg gegeven over de werking van het systeem. Wat we hebben aangegeven ook op het paneel, staat hier een QR-code. En als je bent met je mobiele telefoon en je wilt meer weten over de omgeving, daar zijn we nu mee aan het werk, maar dan kun je zo dadelijk met behulp van deze QR-code ook informatie vinden over en het netwerk en over de plek waar je bent. En dat netwerk van fietsroutes op en naar de Veluwe is ook nog eens uitgebreid naar meer dan 2000 kilometer. Vrijdag moeten alle nieuwe fietsborden geplaatst zijn. Nog 2000 bordjes te gaan dus.